laten we de vraag inderdaad maar gelijk even stellen, waar iedereen vast heel benieuwd naar is. Gaan we jou nog terugzien? Dag dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Korfbal Podcast. Helaas wat later opgenomen is wegens ziekte. En daarom nemen we deze podcast niet alleen later op, maar moet u het ook nog een keertje zonder Luna Boerhout doen als presentator. Ik mag het nog een keertje doen. Mijn naam, Jacco van der Boogaard. Ja, voordat het korfbalgeweld komend weekend weer losbarst, bespreken we in deze podcast de wedstrijden van speelronde 2 van de Kennels Korfbal League. Speelronde 3 van de Korfbal League 2. En daarnaast gaan we het over een aantal actuele kwesties hebben. Daarover straks meer. En er liggen ook nog wat vragen van luisteraars die we gaan behandelen. Eerst ga ik onze gasten aan u voorstellen. Ja, ik begin maar even. Dat is al lang geen gast meer. Wilco, jij bent podcastmeubilair. Wilco van der Bos, van harte welkom. Daarnaast Jan de Jager. Jan, van harte welkom. Dank je. Zou jij voor degenen die jou niet kennen, je even kort voor willen stellen? Ja, natuurlijk. Ik ben Jan de Jager. Ja, oud korfballer. Nog tegen Wilco gespeeld. Hadden we het net al even over. Net als Wilco, daarna trainer geworden. Ook bondscoach geweest van Duitsland, wat Wilco nu nog steeds is. Coach geweest bij PKC Vetom. En op dit moment ja, technisch manager bij PKC Vetom. Jan, kan jij je allereerste kampioenschap als trainer nog herinneren? Ja, dat was toen heette het nog Pupillen 2 was het volgens mij hè, bij PKC. Met een hele een talentvolle korfballer, Jacco van der Boogaard. Nou, dat is daarna ook helemaal nooit meer wat geworden geloof ik. Ja, wij werden kampioen. Ik heb het even opgezocht, Jan, in het grote boek. Wij wonnen thuis met 5-1 van Speedo Pupillen 1. En toen werden wij veldkampioen. Kijk. Ja, en daarna begon jouw trainingsloopbaan. Daarnaast de volgende gast. Heel leuk dat ze erbij is. Barbara Brouwer. Barbara, welkom. Dankjewel. Jij mag je ook even kort voorstellen als je dat wil. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het nodig is, maar laten we het even doen. Ja, ik speel eigenlijk nog steeds bij DVO. En nu doordat er een kleintje opkomst is, zit ik aan de zijlijn en ben ik teammanager 2.0. En daarvoor heb ik bij Top uit Sassheim gespeeld en bij Dalto in Driebergen. Dus dat ben ik. En heel lang international geweest. Ook dat nog, ja. Tot vorig jaar zomer inderdaad. Ja, Barbara, je zegt de korfbal nog steeds, alleen nu even niet. Laten we de vraag inderdaad maar gelijk even stellen, waar iedereen vast heel benieuwd naar is. Gaan we jou nog terugzien? Ja, dat is voor iedereen eigenlijk een weet en voor mezelf ook. Ik weet het nog niet. Het is allemaal afhankelijk hoe het gaat. Hoe mijn leven er op dat moment uitziet, of het er nog in past, ja of nee. Ja, daar heb ik denk ik ongeveer nog een jaar voor de tijd voor om daarover na te denken. Geen idee. Dus. Nou, dan gaan we dat vol spanning afwachten. Ja. Maar even, mannen. We willen geen druk op Barbara leggen, maar we zouden het wel heel leuk vinden, hè, als wij nog een keer terug. Ja, absoluut. Het is natuurlijk altijd leuk als je sterren ziet en mensen die voorbeelden zijn voor andere generaties om weer mee te doen. Ja, en terug te komen. Prachtig. Precies. Ja, het zou mooi zijn als Barbara weer het op kon brengen. Fantastische loopbaan gehad tot nu toe, Barbara. Ja, en je gaat ook weer wat moois tegemoet, hoor, met zo'n kleine. Dus we gaan het zien. Maar Jan, om het daar gelijk maar even over te hebben. Want dat wordt misschien soms wel eens onderschat. Je hebt dat ook al een aantal keer gezien, ook in selecties. Het valt niet mee om terug te komen van een zwangerschap en een bevalling. Nee, dat lichaam verandert natuurlijk. Je hele leven verandert trouwens. Wij hebben bij PKC natuurlijk unieke voorbeelden gehad. Mehdi Timms, die was wel heel snel terug. Die deed er ook alles voor om terug te komen. Maar dat zijn wel de uitzonderingen. Annelies Kop bij HKC zie je nu. Die is ook weer terug. Dus het kan. Als korfballiefhebber wil je niet anders dat speelsters zoals Barbara zijn. Dat die op het veld te bewonderen zijn. Maar ja, dat is gelukkig aan Barbara. Barbara, sowieso ja, natuurlijk heel veel succes en sterkte in de komende periode. Dank je wel. En dan gaan we het nu over korfballen hebben. We beginnen met de wedstrijden van de speelronde 2 van de Kennels Korfbal League. De eerste wedstrijd die werd op vrijdagavond gespeeld. En ik heb mezelf voorgenomen om keurig netjes de sponsornamen erbij te noemen deze keer. LDODK Risma Modeplein tegen Groen-Geel Ronald McDonald Huis Emma. Wilco, de uitslag doet niet echt vermoeden dat jij bij het zien van deze wedstrijd nagelbijtend achter je laptop hebt gezeten. Wat voor wedstrijd was het? Ja, ik heb lekker groot voor mijn tv gezeten. Ik moet zeggen, het was in
het begin een fantastisch leuke wedstrijd. Met een superieur LDODK, wat uitliep naar 15-2. Nou, dat is echt eigenlijk al genoeg. Na 20 minuten was dat al zover. Maar LDO speelde ook gewoon wel heel erg goed en heel erg mooi. Arjan Visser begon ernaast. Die luxe kunnen ze zich permitteren. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk dat je een van je beste korfballers van Nederland op de bank kan zetten. Maar de eerste 20 minuten was het fantastisch. Terrence Griemink de week ervoor tegen Blauw-Wit. Alles geprobeerd om het scoren op het formulier te komen. Had er nu na 20 minuten geloof ik al 5 in liggen. En schoot een percentage onwaarschijnlijk. Tegen zijn oude club? Ja, tegen zijn oude club. Maar het was, LDODK was scherp. De focus was er. Het was echt goed korfbal. En het was prachtig om te zien. Nou, daarna zakte het ook wel aardig in elkaar. In de tweede helft werd het zelfs maar 8-7. Waardoor het 25-13 werd. En eigenlijk de tweede helft, nou, laten we eerlijk zijn, het aankijken eigenlijk niet meer echt waard was. Het was gewoon niet zo best van allebei de kanten. LDO kwam tot 121 pogingen. Groen-Geel kwam tot 85 pogingen. Nou ja, dat geeft al aan dat je eigenlijk zo ver achter de pogingen aanloopt dat je überhaupt niet kan winnen. Maar het kwaliteitsverschil is zo groot. Het is echt waanzinnig. Marjolein Kroon mogen we even noemen, want die was weer echt nadrukkelijk aanwezig en maakte mooie goals. Werd goed gespeeld. Het werd toch ook wel een beetje duidelijk dat LDODK als Femke Faber uitvalt en er zijn nog wat blessures en er moet gewisseld worden bij damesvlak, dat daar nog wel wat werk aan de winkel is om die weer echt op niveau te krijgen om straks een DVO, een PKC te proberen te verslaan. Daar moeten ze nog even aan de bak. Maar bijzonder goed gespeeld. Heel duidelijk binnengehaald. Ja, en Groen-Geel, ja, sterkte. Het zal een zware weg worden in de korfballeague. Maar Wilco, over Groen-Geel is van alles gezegd, ook door ons. Hè? Er zijn heel veel spelers daar vertrokken. Je kunt rustig zeggen dat ze nou niet alleen onthoofd, maar zo ongeveer het hele bovenlichaam is eraf. Als je nou even bekijkt dat ze echt helemaal moeten bouwen, met een hele nieuwe ploeg doen. In dat licht, hoe doen ze het dan? Ja, dat doen ze het best aardig. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen, ja, waar vergelijk je het mee? Maar bouwen op het hoogste niveau en daar prestaties neerleggen, ja, dat zijn eigenlijk zo dingen die eigenlijk niet zo goed samengaan. Dan moet je tegen de top van Nederland spelen. Je bent aan het bouwen met een nieuwe selectie. Die moet er ervaring op doen. En dan ga je er eigenlijk zo kansloos af dat je daar eigenlijk ook niet zo heel veel van leert. Want ja, je hebt gewoon geen schijn van kans. En laat we eerlijk zijn, Lisanne de Bruin is er nu nog bij. Maar die is zo meteen ook weg. En dat is degene die op dit moment er nog bovenuit steekt. Samen met Thomas Schagen, die ook laat zien dat hij inderdaad dat niveau gewend is. Maar ja, het is pijnlijk om te zien. Nou, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. PKC Vertom tegen Fortuna. Jan, veel korfbalvolgers verwachten een flinke slagpartij. Maar de uitslag van 25-19 doet vermoeden dat dat nog reuze meeviel. Of kunnen we zeggen dat PKC nog erg genadig was? Ja, van allebei wat een beetje. Ja, PKC startte wel goed, moet ik zeggen. Met Bo Oppen geblesseerd, enkel blessure. Dus Richard Kunst moest toch spelen, al was hij de hele week ziek. Nou, daar hebben we niks van gemerkt voor de rust. Want die schoot met scherp. Twee vakken die niet liepen. De eerste helft het vak met Fleur Hoek aan Fortuna kant. Het vak met Jelmer Jonker aan de andere kant. We zagen, een goede Richard Kunst uitlopen. Daan Preuninger deed dat aan de andere kant met wat hele fraaie goals van Fortuna. Fortuna had ervoor gekozen om Nick van der Steen en Daan Preuninger bij elkaar te zetten. Nou, dat werkte wel aardig. Alleen het andere vak is dan wel heel erg afhankelijk van Fleur Hoek. Ja, en dat kwam er niet uit. Zeker de eerste helft niet. 15-7 rust voor PKC. PKC liep nog wat verder uit. Maar na de wisselingen bij PKC, die wisselden wat door. Sita Schreuder ging eruit, verliezen van Maldegem. Jorien Jordaan kwam in het veld voor Richard Kunst. Ja, en toen vielen ze opeens niet meer bij PKC. En werd het zo'n 5 minuten voor tijd opeens nog maar 4 punten verschil. Omdat Fleur Hoek wel ging scoren. Maar PKC is niet in gevaar geweest. Het was eigenlijk een hele matige wedstrijd. Waarbij wel duidelijk is dat Fortuna wel problemen heeft. Ja, en kan je daar iets meer over zeggen, over die problemen? Kan je dat duiden? Ja, ze zijn gewoon wat mensen kwijtgeraakt natuurlijk. Met Celeste Split, Mick Snell. En dat vangen ze op met eigen mensen. Ja, en dat is nog echt zoeken. Ja, daarnaast komen er wat mensen terug vanuit het Nederlands team. Die hebben toch ook een redelijk zware voorbereiding gehad. En ook een toernooi, toch een end weg. Wel makkelijk gewonnen. Maar dan moet je terugkomen en gelijk aan je competitie beginnen. En ja, dan ben je gewoon nog niet top. En dan start je als Fortuna tegen KZ en PKC. Ja, dat is niet makkelijk. En ik denk dat we aanstaande zaterdag
zullen zien ja, waar dit Fortuna een beetje toe in staat is. Kunnen ze aanhaken richting top 4. Dan zullen ze wat moeten laten zien tegen DOS aanstaande zaterdag. Ja, Barbara, jij hebt dat meegemaakt bij top uit Sassheim. Die hadden jaren onder prijzen meegespeeld. Toen gingen een aantal mensen weg. Ja. Dan moet de knop om. Hè? Ik bedoel, je bent bijna gewend aan het winnen, zeg maar. Dan moet het opeens allemaal anders. Hoe moeilijk is dat mentaal? Ja, dat is heel moeilijk. Dat kan ik zeker niet ontkennen. En in het begin kan je het op zich nog vaak wel accepteren. Maar als je tik op tik krijgt en voor je gevoel te weinig verbetering ziet, dan gaat het vooral inderdaad een mentaal spelletje worden. En dan zit elk detail zit niet meer mee, zeg maar. Nee, nou ja, we gaan het zien hoe zich dat ontwikkelt. En inderdaad, we gaan straks ook nog even voorspellen wat er gaat gebeuren bij Fortuna tegen DOS 46 op zaterdagavond. Dan de volgende wedstrijd. KZ Keukenschil.com tegen DVO Transus. Ja, Barbara, die eerste wedstrijd van DVO tijdens jouw zwangerschapsverlof. Hoe was het tijdens deze wedstrijd met jouw bloeddruk? En wat voor wedstrijd heb jij gezien? Nou, de eerste 20 minuten was het een superieur DVO. Echt, ja, heel gedisciplineerd werd er gespeeld. Verdedigend hadden ze redelijk controle. Het geluk denk ik ook wel dat KZ 3 stippen mist. Nou ja, eigenlijk na die 20 minuten heeft in mijn ogen KZ vooral het momentum gehad. Alleen hem toch niet helemaal gepakt. En ze misten natuurlijk Alwin en Anouk wel. Nou ja, die kwamen volgens mij 16, 17 minuten voor tijd wel in het veld. Ja, DVO zat gewoon continu aan de goede kant. En ik vind dat ze echt verdedigend eigenlijk de wedstrijd hebben gewonnen. 20 goals doorlaten tegen KZ, dan doe je dat meer dan prima. En zeker met de personele problemen die er ook bij DVO zijn. Ja, iets minder rebound op het moment. Maar toch, ik denk een schotpercentage van 40% de eerste 20 minuten. Ja, dat was echt ongekend. Dat was wel genieten langs de lijn. En dat het daarna spannend werd, was inderdaad niet zo goed voor de bloeddruk. Ja, ik vond een hele knappe overwinning van DVO. En een verdiende overwinning? Ja, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. op basis van de eerste 20 minuten zeker. En ik vond KZ daarna niet echt overtuigend dat ze... Ik miste ook een beetje het geloof bij ze. Van, we kunnen het nog wel, ondanks dat ze 9-2 achter hadden gestaan. En ik denk als ze dat wat meer hadden uitgestraald en wat meer hadden laten zien, dat het voor DVO dan anders had kunnen uitpakken. Maar nu was dat geloof er toch bij DVO wel. Nou, toch even over DVO gaat en over jouzelf. Jij bent sinds de zomer van 2022 onderdeel van de selectie van DVO. Je hebt in je eerste seizoen in Bennekom meteen de allereerste zaalfinale van DVO meegemaakt. Ja. Wat is het voor club? Ja, wat is het voor club? Het is een dorpsclub. Ja, ons kent ons echt ook wel weer een familieclub. Ja, iedereen voelt gewoon dat er iets heel moois aan het ontstaan is. En daardoor gaat iedereen erachter staan en wil iedereen zijn of haar steentje bijdragen. En dat is natuurlijk heel mooi om dat mee te maken bij een club die dat nog nooit heeft gedaan. Dus ja, ik vind het een hele warme club. Ik voel me daar heel erg welkom. Je hebt heel nauw samengewerkt uiteraard met Richard van Vloten en zijn staf. Ja. Hoe zou jij Richard typeren als coach? Richard die gaat gewoon voor zijn spelers gaat hij echt door het vuur. Hij weet mensen op precies de juiste plekken te raken. En het is best wel een bijzonder groepje wat er staat. Maar eigenlijk is er nooit gedoe. En hij zet altijd iedereen precies op het juiste moment op scherp. Ja, dat vind ik wel heel mooi aan hem. En buiten dat hij gaat gewoon echt voor je door het vuur. Dus als een tegenstander iets bij je doet, dan kan hij, dan staat hij gewoon voor je klaar. En dat vind ik wel echt heel mooi. Jij zegt een bijzonder groepje. Wat ja. Maakt dat groepje bijzonder? Bedoel je dan dat er heel veel verschillende type spelers in? Of, en heel veel verschillende karakters vooral. Ja. Van tevoren zou je, als je ze allemaal apart neerzet, dan zou je niet zeggen dat dit een succesvol team kan zijn, zeg maar. Omdat het gewoon zo, ja, iedereen is zo verschillend van elkaar. En dat maakt het juist wel extra mooi dat het toch heel erg klikt. Mag ik nog wat vragen aan Barbara? Wat is de rol? Want ja, je doet het tegenwoordig, Richard trekt natuurlijk vaak de aandacht. Ja. Ook doordat hij lekker druk is. Maar ik denk dat tegenwoordig kan je het niet meer met één coach af. Wat is de rol van het sterke punt van Mark Verberg? Want ik denk, die is altijd op de achtergrond. Ik ken Mark goed en ik denk dat hij ook een hele belangrijke rol heeft in de opkomst van DVO. Ja, dat klopt. Ik denk dat de rol van Mark enorm onderschat wordt. En dat is ook een fantastische vent. En die is inderdaad vooral van de details en van de tactieken uitzetten, de analyses maken. Ja. Hij weet eigenlijk alles van elke speler. En misschien een beetje ondergewaardeerd, maar ik denk, via deze weg wil ik hem in ieder geval heel erg mijn waardering uitspreken. Want zonder Mark is Ries niks en andersom ook niet.
Ja, daarom wilde ik het even noemen, omdat ik dat, al, dat idee al had. Ja. Ja, nee, daar is geen woord aan gelogen. Ja, Wilco, jij kent DVO ook heel goed. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, prachtig. Ik vind het inderdaad. Ik ken Mark ook heel goed, ook als tegenstander, als coach enzovoorts. Maar het is een prachtig duo. En Richard, ja, goed, ik heb het in het verleden al vaker gezegd. Het is echt een straatvechter, vind ik. Dan, dat is een typering die je misschien tekort doet, want hij kan veel meer. Maar het is echt, wat de Barbara denk ik ook zegt, ja, het is een people manager die met zijn spelers omgaat en er ook voor staat. Ja, ik denk super. En in combinatie, ja, een fantastisch duo. Barbara, ik hoorde jou in het begin zeggen bij het voorstellen, je bent op dit moment teammanager 2.0. Wat doe je allemaal? Bidons vullen? Nee, zonder dolle. Ik ben gewoon eigenlijk bij elke training en elke wedstrijd ben ik aanwezig. En ik kan nog steeds mijn zegje doen. Ja, je merkt dat vooral de meiden het prettig vinden om even naar je toe te komen over dingen die in de wedstrijd niet ze kunnen verwachten. Dus dat is een beetje mijn rol. Jan, jij had het erover dat je hebt een aantal keer meegemaakt dat speelsters er wegens zwangerschap even niet konden spelen. Gingen jullie daar toen ook op die manier mee om? Ja, je blijft natuurlijk zeker blijf je betrokken bij de ploeg. Het ligt natuurlijk wel een beetje aan het karakter van degene die zwanger is. Ik ken Barbara ook al wat langer. En Barbara is altijd heel erg betrokken. Niet alleen, die staat er niet alleen om te spelen, maar ook omdat ze moet er ook een gevoel bij hebben bij zo'n club. En ik denk, Barbara kennende, dat voor Barbara gewoon een hele mooie rol is. Ondersteunend aan het team, ook met haar ervaring, die ze nu op een andere manier aan de speelsters die er nu staan mee kan geven. Ja, en als we meteen maar even wat breder trekken, en dan gaan we straks weer verder met het bespreken van de wedstrijden. Een zwangerschap is uiteraard iets anders dan een blessure, maar je hoort ook regelmatig van spelers die langdurig geblesseerd zijn. Hè, dan is het toch wel een dingetje vaak van ja, hoe hou je die bij de selectie betrokken? Hoe hou je dat bij elkaar? Als coach hou je dat in de gaten, maar het is vooral een groepsproces, denk ik. Ik heb altijd gemerkt, zeker aan de dameskant, dat daar een grote onderlinge betrokkenheid is. En dus heel veel contact is tussen de selectiespeelsters en spelers. Die moet ik niet tekort doen. En degene die geblesseerd is of, zoals Barbara nu, zwanger is, dus niet kan spelen. Ja, en zolang die betrokkenheid er is en die vriendschappen er zijn, ja, is dat geen enkel probleem. Is diegene ook gewoon heel erg betrokken. Natuurlijk zal je zien dat ze niet elke training er meer zijn. Maar ik heb altijd wel gemerkt, en je altijd welkom, de mensen ook bij besprekingen. Dat moet je als trainer gewoon goed doen. En ja, dan zijn ze er gewoon één keer in de week en met de wedstrijden. En dan hebben ze ook gewoon hun inbreng. En is het ook weer makkelijker om eventueel terug te komen. Maar heb je als coach ook wel eens moeten ingrijpen dat een speler echt even buiten de boot dreigde te vallen? Nee, eigenlijk niet. Nee hoor. Nee, ik heb gelukkig met selecties gewerkt. En dat is met korfbal misschien nog wel wat gewoner als bij voetbal, waar het misschien wat harder is. Het gaat ook gewoon om vriendschappen. En alhoewel we steeds professioneler worden, blijft dat gelukkig bij korfbal nog bovenaan staan. En dan hoef je als coach daar niet op in te grijpen. Nou, dan sluiten we dit voor nu even af en dan gaan we weer terug naar de wedstrijden. De vierde, Jan, dan blijf ik bij jou. DOS 46. Dat heeft tegenwoordig ook een sponsor. DOS 46 VDK-groep tegen HKC Creon Kozijnen. Ja, vooraf, Jan, was dat toch wel een affiche om van te smullen. Al was het maar omdat er A, voor beide ploegen best wel druk op stond. En B, dit voor HKC misschien wel de eerste echte test was naar de openingswedstrijd tegen landskampioen PKC. Ja. DOS 46 boekte echter een dikke overwinning. Was het verschil echt zo groot? Ja, het verschil was wel echt zo groot. De eerste helft nog niet. Dan zag je ook wel dat DOS toch de 12-12 van verleden week tegen GroenGeel mee heeft genomen. Inderdaad, veel spanning voor DOS op die wedstrijd. Uiteindelijk wisten ze wel net voor de rust uit te lopen naar 12-9. Nou, net voor de rust nog Christian Dekkers, die ook de score weer opende net na de rust. Ja, en na de rust was het eigenlijk geen spannende wedstrijd meer in ieder geval. Waarbij DOS gewoon goed bleef spelen. Zijn goals bleef maken. En HKC speelt heel opportunistisch. Maar wist er geen oplossingen meer. Ja, en dan gaan ze heel veel wisselen. En ja, daar moeten ze denk ik wel een beetje voor oppassen. Omdat ze meer wedstrijden zullen krijgen. Zeker uit waar het gewoon niet gaat lukken. En ja, of je dan constant heel veel moet gaan wisselen met toch vaak dezelfde spelers.
Het hielp niet in ieder geval. Nee, ook dat gaan we uiteraard volgen. Nou, dan gaan we naar de laatste wedstrijd. En die heb ik gezien. KCC CK Kozijnen tegen Blauw-Wit. Eindstand 15-20 voor Blauw-Wit. Ja, ook dit was zo'n spannende wedstrijd. Hè. Zeker vooraf, beide ploegen de eerste wedstrijd verloren. Van, ja, dan staat er zo'n tweede wedstrijd toch al wat druk op. En dit zijn toch wel ploegen waarvan de meesten verwachten dat ze toch allebei ergens zo tussen plek 6 en 9 terechtkomen. Nou, dan zijn die onderlinge duels die zijn heel belangrijk. Maar Blauw-Wit was toch echt wel een maatje te groot, wat mij betreft. In de eerste helft kwam dat nog niet echt tot uitdrukking in de score. Blauw-Wit liep wel naar een 5-9 voorsprong. Had wel steeds wat over, voor mijn gevoel. Nou, tegen het eind van de eerste helft kwam KCC toch wat meer los. Kwamen terug tot 8-9. Nou, bij rust was het dan 8-10. Door een vrije bal van Jordi van Elburg. Nou, ik ging er echt wel even voor zitten. Nou, wat kan KCC na rust? Ja, niet zo heel veel. Want het eerste kwartier werd er helemaal niet gescoord door de ploeg uit Capelle. Ja, toen ze eindelijk scoorden, Julian Middelkoop, na 15 minuten. Toen was Blauw-Wit al weg. Want toen was het 8-15 inmiddels. En de goal van Middelkoop betekende de 9-15. En toen vielen de doelpunten wel weer. Maar Blauw-Wit had de overwinning in de tas. En ging met 2 punten naar huis. Ja, ik ben wel een beetje geschrokken van KCC, moet ik zeggen. Qua spel en beleving vond ik het, moeten ze wel opletten, denk ik. Kijk, HKC kan thuis nog met de beleving en met de toeschouwers die erachter staan een sfeertje creëren. Maar ook dat miste ik zaterdag. Ja, en het is natuurlijk lastig, hè, want het is natuurlijk vervelend, ook voor KCC, om het iedere keer over het vertrek van Bo Oppen te hebben. Maar ja, het laat zich wel voelen, hè. Het weegt gewoon heel zwaar door. Ja, en Randy Oosting ook nog geblesseerd. Ja. Ja. Dat zijn meer dan 100 goals, die vang je niet zomaar op. Nee, dat is het, hè? Nee. Ja, dat is een hele simpele verklaring. En het is heel makkelijk inderdaad om het daarover te hebben. Maar er zijn wel andere mensen die nu de tijd moeten krijgen om überhaupt op te kunnen staan. En ja, dan is dit programma voor hun misschien niet ideaal. Ik weet niet hoe snel ze hun concurrenten echt hebben. Nou was Blauw-Wit dat wel. Maar ik was met Jan eens dat die beleving. Vorig jaar hebben wij met DVO daar echt een heel moeilijk potje gespeeld en verloren. Omdat dat publiek erachter ging staan en ze er zelf in gingen geloven. En dat zag je nu totaal niet. Nou ja, en daar komen we denk ik straks met Fortuna ook nog wel even op als we gaan voorspellen. Die hadden de eerste wedstrijd tegen KZ. Wilco, daar was jij bij. Juist in tijden dat het wat minder gaat, moet zo'n publiek er ook achter gaan staan, hè? Nou, bij Fortuna KZ was het heel duidelijk. Het publiek was KZ. Fortuna was eigenlijk niet eens aanwezig. Het merendeel was gewoon KZ. En die maakte de sfeer in de hal. Die geloofden erin en die gingen ervoor. En Fortuna, die deed op de achtergrond, nou, eigenlijk niet mee. Nee, met publiek ook niet. Nou, dan lijkt me dit een mooi moment om de wedstrijden van speelronde 2 af te sluiten. En dan gaan we door naar de Korfbal League 2. Wilco, jij hebt daar de wedstrijd van de week gezien. Tussen Dalto en Oost-Arnhem. Ik voorspelde daar een hele dikke overwinning voor Oost-Arnhem. Waarmee maar andermaal bewezen is dat ik er helemaal geen verstand van heb. Want Dalto won dik. Wat voor wedstrijd heb jij gezien? Ja, ik heb inderdaad de wedstrijd gekeken. En we zien een uitslag van 31-21. Nou, die doet vermoeden dat het eigenlijk geen wedstrijd was. Het tegendeel was waar. Het was echt niet zo. Dalto begon echt goed. Werd 5-1, werd 11-5. Ja, in het begin schoot Dalto echt waanzinnig goed. Echt 2-2 van Matthijs den Oude. En ja, dat herhaalden ze eigenlijk ook. Maar Oost-Arnhem had een probleem dat ze gewoon niet aan scoren toekwamen. Alleen Matthijs Barends, ja, die scoorde wel op de meest waanzinnige manieren zoals hij dat altijd kan. En net voor rust let Dalto niet echt op en wordt het eigenlijk toch nog 12-7 met de rust. Waardoor het gaatje 5 is en Oost-Arnhem na de rust eigenlijk, ja, toch wel heel goed uit de kleedkamer komt. Nadert tot 12-11. Uiteindelijk wordt het 14-14. En dat deden ze gewoon goed. Oost-Arnhem die speelt veel over de dames aanvallend. Nou, Noah Kaptein maakte daar een aantal goals over. Maar de dames waren gewoon niet bij machten om goals te maken. En Oost-Arnhem bleef daar toch heel veel energie in stoppen. En ja, dat was eigenlijk een beetje jammer. Uiteindelijk wordt het 21-19. Het is nog steeds een wedstrijd, hè. En dan loopt het in de laatste minuten loopt het echt helemaal weg. Want dat zie je ook. Het wordt 10-2 in de laatste 8 minuten of zo. Waardoor die uitslag toch wel redelijk vertekend is. Het spel tussen de twee ploegen is niet eens zo verschillend. Het is allebei redelijk verzorgd. Het is allemaal redelijk duidelijk. Dalto wat opportunistischer. Neemt wat meer kansen. Alleen Dalto had gewoon 3 mannen.
Ja, met Chris Boeren 7 goals, René Sietsma 8 goals en Matthijs den Oudo ook 8 goals. En die schoten allemaal omstreeks de 50% raak. En ja, dat was het grote verschil. En Oostenaam had alleen Matthijs Barend, die ook 8 goals maakte. En ja, goed, die mannen van Dalto die schoten zo goed. Dat maakt de wedstrijd voor Dalto zo. En daarom is het een groot verschil geworden aan het eind. Maar tussen de ploegen zelf, qua spel, zit er niet zoveel verschil tussen. En ja, Dalto schoot nu echt met scherp. En winnen zeer terecht. Maar ja, ik moet zeggen, ik ben er nog niet zo van onder mijn stoel gekropen dat ik zoiets had van, nou, het is fantastisch, mooi korfbal en spannend. Nee, ik vind het allemaal toch nog wel redelijk eenvoudig korfbal. Zonder veel verrassingen. Maar beide ploegen hebben ook al wat ingeleverd. Hè? Dus als je kijkt naar scorend vermogen Oost-Arnhem, die zijn Willemien Kracht kwijt. Die speelt nu bij DOS 46. Ja, en Rick Verdouw. Dat scheelt 6-7 goals per wedstrijd. Zo simpel is het. Ja. Precies, ja. Bij Dalto, nou, onder andere Lotte van Montfort. Die is naar HKC. Ja, Ludo Schulting. Dat is natuurlijk ook gewoon. En Joost Wattel, die nu in het buitenland zit, maar straks weer terugkomt. Dat is ook wel echt een kwaliteitsimpuls die Dalto er wel weer bij krijgt straks. Maar goed, op dit moment houdt het niet over met beide ploegen, vind ik. En we hebben ze ingeschat op middenmoot. Nou, daar horen ze allebei thuis. Maar goed, Dalto zit nu bovenaan de middenmoot. En Oost-Arnhem zit echt onderaan. Is dat niet de plaats waar ze thuis horen, denk ik. Ze komen echt wel weer naar boven. Maar het verschil tussen de twee ploegen is nu niet zo groot. Maar het is op dit moment wel 4 punten. En ja, die competitie, dat is toch altijd wel lastig. Want ja, je moet uiteindelijk toch maar echt naar boven komen. Nou, dan gaan we de andere uitslagen nog even doornemen. Top aan de Muiden wint thuis van Tempo met 18-9. DSC wint thuis van Top Sassenheim, of Top IAA Fresh, met 23-20. Midfriesland Radio Risk wint thuis met 34-22 van Avanti Postmakelaardij. En Unitas Perspectief wint thuis met 23-16 van AWDTV IJskoude Beste. Ja, Barbara, daar viel de naam weer. Top Sassenheim. Ja. Heeft jaren gespeeld. Ja. Volg jij die ploeg nog in de Korfbal League 2? Ja, zeker. Picard en Sanne en Fenna, daar heb ik natuurlijk jarenlang mee gespeeld. Dus daar heb ik nog ook wel geregeld contact mee. En dat is leuk om te zien dat ze, nou ja, na dat jaar dat we gedegradeerd waren eigenlijk, dat ze best wel de weg omhoog weer hebben gevonden. En ik vind dat ze leuk staan te korfballen. Ik denk dat ze zichzelf zaterdag vooral zichzelf tekort hebben gedaan. Omdat, dat is zonde. Maar ik denk dat ze met een heel mooi proces bezig zijn. En dat vind ik knap om te zien. De coach ken je ook nog wel, denk ik. Daniel Harmsen. Ja, die ken ik ook, zeker, ja. Het wordt aanstaand weekend ook een mooie wedstrijd, denk ik. Top IA Fresh tegen Midfriesland, Redu Risk. Dan om te kijken waar Top en Midfriesland eigenlijk wel staan. Want het zijn allebei ploegen die ik in mijn top 4 heb staan. Wilco en ik allebei ook. En Wilco heeft deze wedstrijd ook uitgekozen als wedstrijd van de week. Dus we gaan hem straks ook nog even voorspellen. Nou, dan gaan we nog even heel kort naar de stand kijken in de Korfbal League 2. Ja, Unitas is daar als enige nog zonder puntverlies. 6 punten na 3 wedstrijden. En daarachter een hele batterij van 5 clubs. Midfriesland, Top Sassenheim, AWDTV, DSC en Dalto met 4 punten. Dan Avanti en Top Arnhem-Muiden met 2 punten. En onderaan Oost-Arnhem en Tempo 0 punten. Ja, Wilco, hier zitten nog niet echt verrassingen in, hè? Nee, wat mij betreft loopt het allemaal redelijk volgens plan. En tenminste, wat wij voorspeld en gedacht hebben. Ja, je kan zeggen, oké, er verliest een keer een ploeg, er wint een keer. DSC doet het net wat beter. Nou, misschien is dat ook wel terecht. Top zagen we inderdaad een mooi proces inzetten. Hadden we verwacht dat ze wat verder zouden zijn inmiddels en wat meer bovenin zouden zijn. Nou ja, Midfriesland doet wat ze moeten doen. En Unitas en AW, ja, goed, die top 2 hadden we dat staan en daar zal het uiteindelijk ook vast wel eindigen, denk ik. En onderin eigenlijk niet zoveel anders, hè? Want ja, Tempo is echt niet goed genoeg. Ja, en Top Arnhem-Muiden loopt natuurlijk al een paar jaar op die negende plaats rond. En daar zullen ze dit jaar waarschijnlijk ook wel weer eindigen in de buurt komen. Ja, zo gaat het toch wel. Nou, dan gaan we de Korfbal League 2 voor nu ook afsluiten. Dan heb ik nog even een paar andere dingen die ik met jullie wil bespreken. Allereerst, ja, tegenwoordig, alle wedstrijden worden gefilmd, hè? 5 camera's erbovenop. Daar kijken duizenden mensen naar. Jan, wij hebben het onlangs in de PKC-kantine al even besproken. Het gebeurt nogal eens dat een analist, en daar staat een analist ook voor, best heel kritisch kan zijn op spelers. Dat zijn soms jonge spelers. Ja, vroeger kon je als coach nog wel eens wat uitproberen. Dan liet je een speler voorbij werd gelopen, die liet je gewoon staan. Omdat de wedstrijd toch wel gewonnen werd en je toch diegene wilde laten leren.
Tegenwoordig worden ze alles verfilmd. Vroeger werden daar hooguit twee regels in de krant over geschreven. En tegenwoordig vinden we daar met z'n allen wat van. Hoe ga je daar als coach mee om? Hoe moeilijk is dat? Ja, ik denk dat de coaches zullen ook de podcast luisteren. En die lezen ook wel krantenstukjes of dingen op social media. Maar ik denk dat, als ik me even richt op PKC, hè, waar we toch kijken, als we daarnaar kijken, hebben we dat gehad bij HKC uit, waar Romy de Rijken niet heel gelukkig speelde. Een groot talent is. En hoe ga je dan daarmee om? Nou, ik denk dat het bij PKC in ieder geval heel belangrijk is dat we Jennifer Tromp naast Wim Scholtmeijer hebben staan. Die daar heel goed in is om jong talent te begeleiden. Die ook weet dat het met ups en downs gepaard gaat. Daarnaast zie je wel, en dat denk dat je dat wel steeds meer gaat zien. Bij PKC hebben we Suzanne Struik op de achtergrond. Zit wel in de staf. Is sportspsychologe en natuurlijk oud-topkorfbalster. En die heeft bij ons een hele belangrijke rol, ja, om niet alleen de jonge spelers, maar sowieso alle spelers die daar behoefte aan hebben, om die daarin mee te nemen en te begeleiden. En ik weet dat zij verleden jaar al, omdat Romy er toen al bij kwam en 17, 18 jaar was, daar een heel belangrijke rol heeft gespeeld. In het seizoen waar ze echt de vijfde dame was en heel vaak belangrijke wedstrijden niet speelde. En toen moest ze er opeens staan in de finale. Ja, dat heeft ze zelf gedaan. De ploeg speelde fantastisch. Maar daar heeft zeker Suzanne Struik en ook de trainers zelf, maar zeker Suzanne Struik daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Gedurende het seizoen al. Waardoor dat meisje, ja, voor haar toen kon pieken in die finale. Heb jij daar ervaring mee, Barbara, met een sportpsycholoog? Nee, zelf niet. Maar als ik dat in die tijd had gehad, dan had ik daar wel heel veel baat bij kunnen hebben, denk ik. Ik denk dat je er wordt natuurlijk heel veel geschreven en gedaan. En ik denk dat mensen ook vaak onderschatten wat dat met jonge spelers doen. En soms is het terecht, soms ook niet. Je moet ermee leren omgaan. Maar dat proces om daarmee om te gaan, ik denk dat daar wel veel meer tijd en energie ingestoken kan worden. En hoe ze dat bij PKC voor elkaar hebben met Suzanne Struik is natuurlijk echt fantastisch. En iemand die ervaring heeft in de sport en sportpsycholoog is. Maar ik denk dat daar nog voor heel veel clubs heel veel in te winnen is, ja. Ja, dus ook wel eens gedacht, als je iets last over jezelf, nou zeg, dit mag best even een tandje minder. Ja, zeker. Ik kon tot maandag buikpijn hebben omdat ik bang was wat er in de krant stond. Nou, dat zijn wel dingen waar journalisten niet altijd weet van hebben. En het is natuurlijk hun werk. Maar ik vind wel dat we worden niet allemaal betaald voor de sport. Dus soms zou het best wel ietsje milder kunnen, in mijn ogen. Nou, we hebben het nu vooral over hoe dat dan in Nederland gaat. Wilco, jij bent bondscoach van Duitsland. Nu kunnen ze daar ook wel wat van. Al verwacht ik dat schandaalblad Bild niet heel veel over korfbal schrijft. Maar hoe gaan ze daar met zulke dingen om? Bild om zondag schrijft niet zoveel over korfbal. Nee, dat bedoel ik. Aan de andere kant zijn wij daar ook mee bezig. Ik heb bij het nationale team ook een sportpsycholoog op de achtergrond zitten. Als we die nodig hebben, dan schakelen we die in. En dat doen we af en toe geregeld met sessies. En daar hebben we ook begeleiding in. Met jonge spelers doe je dat natuurlijk zelf ook, al heb je daar natuurlijk niet altijd de handvaten voor, maar die kun je wel inroepen. In Duitsland kan ik die ook via de Duitse Olympische Sportbond gewoon invragen, zodat ik die nodig heb. En dan zijn ze er ook. Bij de verenigingen in Duitsland is dat niet ter sprake. Dat is niet aanwezig. Aan de andere kant, spelers wat jij noemt, de tijd geven om daarin te stappen. Ja, ik denk een volwassen coach is eigenwijs genoeg om daar gewoon dat te doen wat nodig is. En dat ook gewoon te kunnen uitleggen waarom hij dat doet. En zeker aan de speler zelf waar je dat bij doet. En ja, ik denk dat dat uitstekend werkt. Maar hulp daarbij in je staf, ja, heb je nodig. Net als een fysiotherapeut heb je ook iemand nodig die eigenlijk geestelijk de boel onderhoudt. En helpt plaatsgeven van waar wat nodig is. Ja, dat is absoluut een zeer toegevoegde waarde.
Het mentale aspect is denk ik nog misschien soms wel het belangrijkste van onze hele sport. Ja, ik noem altijd we korfballen met onze benen enzovoort, maar eigenlijk is dat niet zo. We korfballen met ons brein en ons lichaam doet uitvoeren wat het brein wil en het brein heeft ook die plaatsen mentaal nodig. En uiteindelijk is dat nog steeds hetgene wat de boventoon voert. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Nou, nu ga ik hem even breder trekken, want we hebben het nu over spelers en coaches. Nou ja, daar kan best wat kritiek op zijn. Waar ook heel veel kritiek op is, soms, is de arbitrage. Nou, als je alleen al naar afgelopen weekend kijkt, waar toevallig is Barbara er nu bij de wedstrijd tussen KZ en DVO, na afloop nou, flinke kritiek ook op de arbitrage werd geuit. Daarnaast zag ik een samenvatting, notabene via de kanalen van het KNKV, waarin bij de wedstrijd PKC Fortuna ook flink kritiek op een scheidsrechter werd geleverd. Jan, hoe kijk je daarnaar? Ja, er wordt kritiek geleverd op clubs, op spelers en alles daaromheen. En ik vond bij KZ, DVO, was Marijn van der Goorberg die voor de camera kwam. En stevige kritiek had, maar dat wel onderbouwde. En nooit vond ik over de grens ging. Ik vind het beste koppel van Nederland mag best, als het een keer... Zo lijkt het te zijn, dat was in ieder geval zijn gevoel, mogen ze best die kritiek krijgen. En hopelijk ook wat mee doen. Ja, bij PKC was het vooral verbaal langs de kant, richting de scheidsrechters. Maar Johan Vries kan daar wel heel goed mee omgaan, moet ik zeggen. Zonder kaarten te trekken. Dus ja, ik vind het nog niet over de schreef gaan. Maar we moeten met z'n allen wel zorgen. Ja, wat ik zeg, dat we wel binnen die grenzen. Het moet niet beledigend worden. Maar kritiek mag best. En daar moeten ze ook maar mee leren omgaan. Nou, dan ga ik door naar een vraag van een luisteraar. Jij noemt net even het begrip gele kaart. Nou, daar gaat nu precies deze vraag over. Want in de vorige podcast hebben we het gehad over de gele kaart in de Korfbal League. En toen benoemde Dennis Dovens even dat de boete bij een gele kaart €30 is. En de vraag van een luisteraar is die boete eigenlijk niet veel te hoog en zou die niet omlaag moeten? Wilco? Ik heb geen idee. Moet dat omhoog, omlaag? Zullen administratiekosten zijn die mensen dingen bijhouden enzovoorts? Ik denk dat een geldboete überhaupt niet werkt. Maakt de speler zich daar heel druk over? Of betaalt de club die überhaupt? Ik weet niet hoe het in de meeste gevallen gaat. Ja, ik ben in het verleden gewend dat als ik ooit een kaart krijg, dat de club die betaalt. Dus ja, ik merk daar zelf persoonlijk niks van. Ja, dus ik heb eigenlijk zoiets van, ja, volgens mij is dat helemaal geen toegevoegde waarde, hoe hoog die kaart, die boete is. Nee, het gaat dan om de schorsing en het moment dat je niet mag coachen of niet mag spelen. Ja, daar wil ik het eigenlijk wel bij laten. Ja. Nou, ik wil hem wel even duiden, want ik ben daar wel eens ingedoken ook. En als je het met andere sporten vergelijkt, bijvoorbeeld dit voetbal. Ik geloof dat daar een gele kaart, nou, dan zijn de administratiekosten iets van €6-7. Was een paar jaar geleden in ieder geval zo. En daarnaast, toen ik zelf door scheidsrechter was, heb ik ook wel eens een speler van 16 die een volkomen terechte gele kaart kreeg. Die de afloop toch wel huilend bij me stond. Want ja, het was wel de complete opbrengst van 2 avondjes vakken vullen. Je zou er ook iets van kunnen zeggen van ja, moet dat dan bij junioren wel hetzelfde zijn als bij senioren? Dus wat dat betreft begrijp ik die vraag wel. Ja, in het kader van een junior die 2 avonden moet vakken vullen om zijn kaart te dan heeft het ook wel echt invloed. Heeft het wel een goede corrigerende werking, denk ik. Want de volgende keer denk je wel nog een keer na. Maar ja, of dat inderdaad echt zo moet zijn dat het zoveel is voor dan... Ja, misschien moeten we dat verschillend maken. Ik zie de geldwaarde, dus ja, ik zou eigenlijk pleiten van joh, laten we hem gewoon €5 maken, klaar. Dan is het ook gewoon helder. Barbara, heb jij wel eens een gele kaart gehad? Als speler niet, nee. En in welke hoedanigheid wel? Als coach. Ja? Als speler kan je op een gegeven moment, dan weet je de grens wel, en dan heb je toch dingen zelf in de hand. Maar als coach, dan sta je langs de lijn en dan, ja, je wil je invloed uitoefenen en dat is dan een manier om tegen een scheidstekeer te gaan soms. Dat is niet goed, maar dat, zo is het wel. En welk team coach jij toen? Dalto B1. Ja. En die boete heb jij zelf moeten betalen? Nee, die heb ik nooit gezien, moet ik eerlijk zeggen. Dus valt alles mee. Oké. Jan, dat is ook wel interessant, hè? Want er zijn dus blijkbaar clubs die hem voor spelers betalen. Bij PKC moet je hem zelf betalen, volgens mij. Ja, volgens mij wel. Ik heb bij PKC heb ik nooit een kaart gehad, moet ik zeggen. Nou, ik wel. En ik heb hem zelf betaald. Nou, heel goed. Heel goed. Dus, nee, ik vind inderdaad van ja, €30 is aardig aan de prijs, denk ik. Als je kijkt, ja, want zeker dit jaar bij het wedstrijd korfbal is het pas
Als het eenmaal rood wordt, dan wordt het pas een tuchtzaak. En die gele kaarten in de wedstrijd zelf, ja, die komen in die app. En volgens mij doen ze daar niks meer mee verder, want ja, die zijn klaar. Dus wat daar dan administratiekosten tegenover moeten staan, is mijn raadsel. Dus ja, wat mij betreft kunnen ze ook in ieder geval een stuk omlaag. Nou, dan gaan we dit ook afsluiten. Dan wil ik tot slot de wedstrijden van komende speelronde met jullie doornemen. Want we gaan nog even voorspellen. Wilco, HKC Creon Kozijnen tegen LDODK Rinsma Modeplein. Die gaat LDODK winnen. Even in Billy Bally termen, met hoeveel punten verschil? Meer dan 5. Dan Groen-Geel, Ronnenburg Dondhuis, Emma tegen Blauw-Wit, Barbara. We gaan Blauw-Wit winnen met meer dan 5 verschil. Jan, Fortuna tegen DOS 46 VDK Groep. Die gaat Fortuna wel winnen, maar niet met meer dan 5 goals verschil. Als ik even iets ervan mag zeggen, het is wel een belangrijk wedstrijd, ook voor DOS, die we als veilige middenmotor beschouwen. Maar die zouden ook wel eens kunnen verrassen. Maar toch, Fortuna, geef ik de punten. Ik zet in om een gelijkspelletje, hoor. Zou zomaar kunnen. Vorig jaar ook volgens mij 2. Was een schitterende wedstrijd vorig jaar. Ja, precies. Ja. Ja. Vorig jaar, geloof 27-27, Christian Dekkers in de laatste 5 seconden, geloof ik. Ja. Wij hebben hem thuis ook in het gelijkspelletje gezet. Ja, ik ook. Dan, ik ga toch aan jou vragen, Barbara. DVO Transis tegen PKC Vettel. Ja, ik schat PKC toch wel hoger in. Het zal geen kopie van de zaalfinale worden. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar ik denk dat PKC met 3-4 verschil wint. Dus jij zet DVO even in de underdog-rol voor zaterdag? Zeker, zeker. Ja. Jan, KCC CK Kozijnen tegen KZ Keukenseel.com. Dat gaat KZ winnen. Die zijn completer. En ik denk zelfs, durf te voorspellen met meer dan 5 goals verschil. Dan tot slot, Wilco, de wedstrijd van de week in de Korfbal League 2. Top Sassenheim tegen Mid-Friesland. Ja, een lastig potje om te voorspellen. Top, mooi proces bezig. Mid-Friesland hebben we gezegd dat het jongetjes de mannen moeten worden. Dat hebben ze laten zien nu. Ik verwacht eigenlijk dat Mid-Friesland gaat winnen. Maar wel zeer close. Ja, ik doe zelf ook even mee, aangezien ik altijd ook de Korfbal League 2 doe. En ik sluit me bij je aan. Ik heb Top Sassenheim ook tegen DC gezien. Waarbij ze die wedstrijd hadden ze wat mij betreft over de streep kunnen trekken. Alleen, nou ja, DC draait dat om. Ik vind Top Sassenheim nog wat te wisselvallig. En ik denk dat Mid-Friesland momenteel wat verder is. Dus ik ga ook voor een kleine overwinning voor Mid-Friesland. Nou, dan lijkt me dit een mooi moment om deze podcast af te sluiten. Barbara, hartstikke leuk dat je erbij was. Dank je wel. Graag gedaan. Jan, jij ook weer bedankt. Dank je. Geweest. Ja, ja, en Wilco, jij mag komende zondag weer, geloof ik. Ja. En dan met Luna. Dan heb ik een weekje vrij. Wie uiteraard geen vrij hebben een week, zijn onze luisteraars. Want we hopen dat die gewoon iedere keer weer aansluiten. We bedanken u hartelijk voor het luisteren. En graag tot de volgende. Dag.